Maar wil je ze goed trainen, dan is er natuurlijk wel een bepaalde methode voor. Hey, welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag hebben we wat interessante dingetjes weer. We hebben weer wat leuke vragen. Een van de vragen is hoe je onderste buikspieren goed traint. Dat ga ik straks laten zien. Ga ik vertellen. Chromatix wilt weten hoe je creatine gebruikt en vooral of je het moet blijven gebruiken en wat daar ongeveer de handleiding voor is. Dus daar gaan we het ook over hebben. En daarna wil ik nog een aandachtspuntje wat ik zelf altijd wel belangrijk vind, is dat sommige mensen zich een beetje op de verkeerde dingen focussen als het aankomt op krachttraining en fitness. Dus daar wil ik het ook nog over hebben. Wat hebben we nog meer op het programma? Er is een fotograaf geweest van de nieuwe locatie. Als jullie op totalstrength.nl klikken of kijken en je klikt op impressietrainingsruimte, dan zie je al een beetje de foto's en ik zal er ook wel wat in beeld laten zien. Ja, wat een super mooie foto's geworden, daar ben ik echt tevreden over. En een ander dingetje is nog, ik heb weer een nieuwe barbel, want de klant heeft er een laten vallen. We hebben het over een EZ-bar, dat krijgen jullie ook straks te zien. En natuurlijk, mijn eigen training gaan we vandaag ook even doen. Maar ik kan jullie eigenlijk nu al garanderen dat het waarschijnlijk geen super goede training wordt. Maar ja, ook die training laat ik zien, want jullie weten hoe ik ben op dit kanaal. Gewoon geen bullshit, gewoon laten zien hoe je echt bent. Punt. Hoe komt dat? Heel eerlijk, het was gisteren 25 graden. Ik had lekker mijn, zoals jullie weten, hou ik erg van bier. Ik had mijn speciaal biertjes had ik binnen, 28 speciaal biertjes. Daar heb ik een stuk of 3-4 van op. Naarmate je ouder wordt, ga je niet beter slapen van alcohol. Dus ik heb niet echt lekker geslapen. Ik heb net alweer les moeten geven. De klok is uit. Maar het is nu, 10 uur 's ochtends. Dus ik ben nog niet echt helemaal in topstaat. Maar we gaan gewoon lekker proberen om met deze training weer wat van te maken. Ik zou zeggen, let's go! Nou, die training ging zoals gepland best zwaar. Ik heb de nummers wel gehaald die ik moest halen, dus dat is voor de rest prima in orde. Maar ik moet wel zeggen, die biertjes van gisteren die hakken er toch wel aardig in. We gaan door naar de vragen. Chromatix die wilt weten hoe je creatine gebruikt en of je het moet blijven gebruiken. Dus ik neem aan dat Chromatix bedoelt, kan ik een aantal weken creatine gebruiken en daarna weer stoppen of moet ik het continu blijven gebruiken? Wat de meeste mensen doen, dat is voor een langere periode creatine gebruiken. Ik ben het daar persoonlijk niet helemaal mee eens. Zoals je misschien wel weet, ongeveer 70% van de bevolking die kan goed creatine opnemen, want hun opslag is nog niet helemaal vol. En als mensen dan meer gaan supplementeren, kan die 70% die kan wel genoeg creatine opnemen. En de overige 20-30% van de bevolking die heeft al zoveel creatine in zijn lichaam of die eet genoeg vlees waar creatine in zit, dat eigenlijk die creatine geen toegevoegde meerwaarde heeft. Maar als die creatine voor jou nou wel meerwaarde heeft en je merkt dat aanzienlijk, dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Er zijn meerdere studies, daar zijn ze nog niet helemaal over uit, maar het duidt er wel op dat wanneer je creatine voor een langere periode neemt, 4 tot 6 weken even uit mijn hoofd, als je het langer als 4 tot 6 weken neemt, dat dan je lichaam
stopt met de aanmaak van creatine. En daar dus ook naarmate de tijd verstrijkt telkens slechter en slechter en slechter in wordt in het produceren van nieuw creatine. En je dus alles uit je voeding moet halen. Over de opslag in het lichaam durf ik geen uitspraak over te doen of je lichaam daar ook efficiënter of slechter in wordt. Dus wat ik zou doen, ik zou 4 tot 6 weken creatine nemen. Minimaal een maand rust nemen, dus helemaal niks nemen. Laat je lichaam gewoon even rustig herstellen, eet gewoon gezond. En dan moet je er al aardig eind op weg zijn. Volgende vraag. Hoe kan ik mijn onderste buikspieren trainen? Als het op het buikspieren trainen aankomt, zoals jullie ook zien in deze vlog, ik heb er een hekel aan. Ik vind er zelf helemaal niets aan. Ik train ze ook nooit apart, maar wil je ze goed trainen, dan is er natuurlijk wel een bepaalde methode voor. Wat heel veel mensen denken, die denken dat ze eindeloos planks, sit-ups, crunches, etc. moeten doen. Alles wat het torso naar de heup toe brengt. Wat ook, waar ik het zeker mee eens ben, absoluut. Dat traint zeker de rectus abdominis, de sixpack. Die traint die zeker. Maar willen we specifiek het onderste gedeelte aanspreken, dan moeten we het lichaam iets anders trainen. Ik geef altijd aan de meeste klanten van mij het advies mee, een richtlijn. Wil je je rectus abdominis trainen, crunches, sit-ups, voornamelijk eigenlijk planks, roll-outs, iets wat je ruggenwervel stabiel houdt, omdat ik niet zo fan ben om continu je rug te buigen, daar sta ik niet helemaal achter. En wil je de onderste helft van je buik trainen, dan willen we dus ook het onderste helft van de spiergroep en de benen aanspreken, dus het been heffen. Zoals jullie weten, en ik heb meerdere video's heb uitgelegd, is het nadeel met je onderste buikspieren trainen dat je voornamelijk je beenflexoren traint. Dus als ik mijn been omhoog breng, dan train ik dus niet alleen mijn onderste buikspieren, maar ook voornamelijk dus de beenbuigers die je naar je lichaam toe brengen. Om dat punt een beetje duidelijker te maken heb ik een kort videootje opgenomen die jullie hier ergens in beeld ziet. Je kan bijvoorbeeld een oefening zoals leg raises die jullie nu zien. Dat is natuurlijk een prima oefening, helemaal niks mis mee. Maar we kunnen hem wel een beetje aanpassen door mijn benen totaal omhoog te brengen en dan je bekken erbij te kantelen. Want functie van de buikspieren is ook het kantelen van de bekken en niet zozeer het heffen van de been, van het been. Dus eigenlijk als vaste richtlijn, alles wat je bekken naar je toe kantelt, daarmee train je de onderste buikspieren. Een derde mooi aandachtspuntje wat ik wel even kwijt wil, is dat ik hier veel duo training heb. Ik heb heel vaak dat ik hier sta te coachen en dat ik 2 klanten heb die aan het trainen zijn. Hartstikke gezellig, super effectief, fantastisch, leuk. En soms laat ik klanten 2 oefeningen tegelijk doen. Best wel vaak. Dus ik zeg, nou, we gaan bankdrukken, stellen alles in, hoppakee, vlammen. Maar ook als ik klanten nieuw heb, dan laat ik ze nog wel eens naast elkaar staan. Ik noem maar wat, we gaan een hexagon squat doen in een hexagon barbell. Dan laat ik een persoon A doen, persoon B die kijkt toe. En daarna laat ik ze omwisselen, zodat ze gelijk de oefening goed kunnen aanleren. Ik heel veel kan coachen en ze elkaar natuurlijk ook gewoon kunnen zien. En dat ik kan zien, kijk, let op, zie je zijn heup, zie je zijn armen, zie je zijn dit. Perfect. Een van de nadelen daaraan is, wat ik ook heel veel mensen zie doen, en ook wel eens als ik vragen krijg via Facebook, YouTube, noem maar op, dat sommige mensen zich focussen op de verkeerde dingen. Als wij een deadlift als voorbeeld nemen. En ik laat een klant voor de eerste keer deadliften. En ik zeg, nou, we doen even 5 herhalingen. Kijk jij even toe. Daarna laat ik ze omwisselen. Dan staan de klanten mij aan te kijken. En die zeggen het ook wel eens van, je ziet toch dat zijn handen helemaal niet goed zitten. Of hij heeft toch pijn aan zijn pols. Of je ziet toch dat zijn knieën dit en dat. Dat zie ik zeker. Inderdaad. Dat is logisch. Alleen dat is niet het punt waarop ik wil focussen. En dat geldt dus ook voor heel veel van jullie, de vragen die je krijgt zijn fantastisch, leuk. Alleen focus wel op het goede ding. Als ik iemand een deadlift aanleer, dan vind ik het vele malen belangrijker dat hij of zij leert om zijn rug mooi vlak, een lichte lordose, een normale curve in de rug te houden. En of hij dan zijn handen overhands doet, kruislinks of noem maar op. Dat is een punt B. Dat is totaal nog niet nodig. Dat de knieën een beetje naar binnen klappen tijdens een deadlift. Ja, natuurlijk hartstikke slecht voor je knieën. Ja, dat wijst ook op zwakke spiergroepen, maar dat is op dat moment nog niet het belangrijkste punt. Dus mijn advies aan iedereen, focus je op het belangrijkste punt. Als je dat niet weet, stuur mij een berichtje of ja, als je ergens een pijntje krijgt, los dat eerst op. En later, pas als die rug vlak is, knieën naar buiten, schouderbladactivatie, hoppakee, kijk, dan komen de puntjes op de i. Dat is een hele handige manier om jezelf zoiets aan te leren. Ook iets anders, hartstikke leuk, waar ik hartstikke blij mee ben, wat ik aan het begin van de vlog al zei.
Een fotograaf is langs geweest, topfoto's gemaakt. Ik zal er even echt in spoed even een paar in beeld laten zien. Dit is een klant van mij, die sport hier al een langere tijd. Fantastische gozer en die wilde graag model zijn voor deze foto's. En een beetje sfeerimpressiefoto's. Super tof, wilde ik gewoon even met jullie delen. En als laatste nog even een nieuwe barbel. Ook altijd leuk natuurlijk. Nieuw materiaal, altijd goed, altijd goed. Daisy, mijn nieuwe EZ-bar. Hartstikke fijn. Ik heb een klant die... Hoe ga ik dit open krijgen? Ik had een klant die liet per ongeluk een EZ-bar vallen. En ik denk... Ik ben altijd fan van een beetje A-kwaliteit. Eigenlijk niet een beetje, altijd gewoon A-kwaliteit om heel eerlijk te zijn. En om die reden dacht ik, nou weet je wat, laat ik maar gewoon gelijk een nieuwe bestellen. Dan heb ik ook weer 3 barbells die kloppen. Hoppakee. Wat een verpakking. Deze is eindelijk lekker uitgepakt. Hoppakee, ik had al 3 weken geleden die gekocht. En zoals jullie hier zien bij deze is het uiteinde niet zoals je hoort te zijn. Je heeft per ongeluk een klap laten vallen. Het is niet anders. Hoort zo'n plasticje op te zitten. No probleem, uiteraard. Kan gebeuren. Hoppakee, die eraf. Die kan wel lekker naar de thuisverzameling toe. Want dan kunnen we thuis ook weer langzaam sportschool 2 gaan bouwen natuurlijk. Hoppakee. 1, 2, 3. Hoppakee. Lekker. Alles klopt weer. Daar hou ik altijd van. Dit was Raymond Schultz. TotalStrength.nl. Ignite your fire and grow stronger.